En hij is er al ook. Het gaat snel Ja, ook. Volle zalen begint morgen weer, hè? Ja, morgen. En wie heb je als hoofdonderwerp? Morgen is de eerste met Danny Vera. Oh ja. De singer-songwriter. Dat is de eerste, ja. Ja. Dus meteen de meest lichtvoetige van de 6 afleveringen. En is bewust? Nou ja, niet eens, maar het past ook wel. We wilden ook wel die aflevering uitzenden voordat zijn album binnenkort verschijnt. En het is wel iemand die veel van zich heeft laten horen het afgelopen jaar. Dus wij dachten, het is een goede start. Misschien beter dan wanneer je start met, ik zeg maar, Hans Kesting of wat dan ook. Omdat hij ook wel misschien een breder publiek aanspreekt, weet je niet. Hè? Want mijn kijkers die zijn vrij gericht op toneel. Dus. Maar ja. Gewoon, het is hij is in coronatijd het voordeel gehad dat hij mooie muziek is gaan schrijven. Eindelijk weer eens thuis was. En bovendien raakte zijn vrouw opeens ook zwanger. Terwijl dat jaren daarvoor niet gelukt was. Omdat hij juist het boel losliet. Dus daarom heeft hij er ook wel wat aan gehad. En alle anderen die ik spreek, die hebben er eigenlijk allemaal, heeft het vooral heel veel gekost, coronatijd. Oh, ja. en bij hem was je erbij dat zij in blijde verwachting raakte? Nou, niet op het moment zelf dat hij haar bevruchtte. Alhoewel dat leuk was geweest natuurlijk. Voor de uitzending wel natuurlijk. Ja, zo intiem. Nee, we zijn bijvoorbeeld wel gaan filmen toen Hans Dorrestein voor het eerst zijn kleinkind zag. Daar waren we wel bij om te gaan filmen. Oh, god. Dus dat. Of bijvoorbeeld toen Jeroen van Merwijk de uitslag kreeg van het scan in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Toen zijn we ook meegegaan om te filmen. Dus het is best wel intiem ook op een aantal momenten. Ja, dat is dan weer precies het andere uiterste natuurlijk. Ja, dat scan van Jeroen van Merwijk. Ja. Je vertelde ook dat je in het Parool vertelde je dat je naar theatervoorstellingen was gegaan. Nee, naar de film van Michiel van Erp, IM. Eigenlijk van het boek van Connie Palme. Ja. En dat je daar eigenlijk toch een beetje teleurgesteld was. Niet over de film, maar over dat je met niemand erover kon praten na afloop. Ja, het heeft zoiets. Ik vind echt, nou, als je naar een film gaat, misschien nog iets minder dan bij theater. Maar ik vind het nou ja, jij weet het als geen ander, omdat je zo vaak gespeeld hebt, ook in stukken hebt geschreven. Het leuke van theater, van naar iets kijken, is dat je dat ook met elkaar deelt. Dat je de beleving voelt, desnoods de ergernissen. Ik beschreef bijvoorbeeld, geloof ik ook, dat wat ik vroeger verschrikkelijk vond, nu opeens ook mis. Dat iemand naast je een tas opentrekt en met een snoeppapiertje gaat zitten ritselen. Dat hele gevoel mis je. En je mist ook wel, als je in zo'n zaal zit die voor 2/3 leeg is, zeker als het bij cabaret is, je zit er ook een beetje onthand bij. Je gaat niet heel erg meer hardop zitten lachen als 3 stoelen links van je leeg zijn en 3 stoelen rechts van je en een hele rij achter je en een hele rij voor je. En dat geeft een heel, vind ik best wel desolaat gevoel. Terwijl je tegelijkertijd voelt dat de mensen die er wel zijn zo graag weer dat theater willen beleven en de interactie met de podiumkunstenaars willen voelen. En ja, dat ontbreekt nu. Je gaat met je jas naar binnen. Zodra het klaar is, hoor je met je jas, nou, niet uitgegooid, maar is het wel de bedoeling dat je meteen weer vertrekt. En ja, dan zeg je tegen vrienden op straat nog eventjes, dat was zo bij die première van Michiel van Erp ook, zeg je nog even van, ja, ik vond het mooi en dit. En Michiel, waar ben je? Ja, nou, we gaan de trein in en ik bel je anders wel. En dat is het dan. Ja. Niet meer dat je dan nog even iets deelt. Nee, dat is het jammere eigenlijk. En je hebt ook al theatervoorstellingen gezien, veel theater. Ja, bij ITA een voorstelling. In Carré heb ik een voorstelling gezien. En vorige week in de Lamar was voor het eerst was een voorstelling van Simone Kleinsma en Paul de Leeuw, die in coronatijd is gemaakt. En eigenlijk daar begint waar Hello Dolly, die musical, stopte. Die productie moest na de première ophouden vanwege de lockdown. En ze hebben dan een aantal attributen. En het is een voorstelling zonder enige pretentie, maar dat maakt het juist wel leuk. Zij filosoferen zo'n beetje over alles wat ze niet konden doen. Ze geven een lid uit de cast van Hello Dolly alsnog de kans om even op te treden. En in de Lamar hadden ze dat heel goed geregeld. Je wordt ook door een vrijwilliger, of naar een medewerker moet ik zeggen, naar je stoel gebracht. En die zaal, daar zaten er dan toch nog 250 mensen in. Oh, en er waren wat tafeltjes met bloemetjes. Dus je kreeg nog een beetje het gevoel van dat je toch nog wel in een volle zaal zat. En ik merkte gewoon zelf, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ja, je spreekt alles op een vierkante millimeter af nu. Je ziet alleen maar binnen de veilige kring van een aantal bekenden. En daar raakte ik opeens weer in gesprek met gewoon een buurman die ik helemaal niet kende, maar die ook toevallig naar die voorstelling ging. En achteraf sprak ik eindelijk de medewerkers van de Lamar weer even, omdat we Paul en Simone nog even gingen opzoeken in de artiestenfoyer. Maar ik kwam helemaal gelouter terug, omdat ik een paar mensen had gesproken die ik anders nooit sprak. Zo snel gaat dat dus. Ja. Ja, en je mocht wel dus naar achter, naar de artiestenfoyer. Ja. Maar dat was ook wel weer heel voorzichtig, allemaal met mondkapje op en op afstand. En er was een aanpalende tafel waar dan weer degene uit de cast van die dag van Hello Dolly die mocht optreden. Zijn moeder was er ook blij dat ze eruit mocht.
Maar die moest dan weer aan een andere tafel gaan zitten, want wij zaten al met z'n vieren. Nou ja, zo. Maar ja, het is wel het leuke dat je dat nooit meer vergeet, toch? Nee, dat is waar. Je vergeet überhaupt. Ik zou dan hopen trouwens dat sowieso wel alle discussies en dingen die nu spelen, hè, dat er meer dan gemiddeld wordt nagedacht, dat mensen op zichzelf worden teruggeworpen, dat je dat mee zou nemen naar een andere tijd. Je wordt gedwongen met z'n allen om dingen te heroverwegen. Wat is het precieze bestaansrecht van theater en van Oerol en van Pride in Amsterdam en van het Songfestival voor mijn part? Al die dingen, die moeten nu anders, moeten kleiner. Ja. Dat hoeft niet per se nadelig te zijn als alles het overleeft, hè, überhaupt financieel. Maar ik ben benieuwd of de kern die we nu weer met z'n allen opzoeken, of die er straks ook weer zal zijn. Dat zou ik dan hopen dat dat dan uitgangspunt is ook. Ja, want over het Songfestival is daar nu al meer over bekend. Want als men nu zegt van ja, dat kan nog wel 1,5 jaar of 2 jaar, of sommigen zeggen heel trots 3,5 jaar duren. Dan blijft het met het Songfestival, wordt het ook behelpen, toch? Volgend jaar. Wordt echt straks. Het gaat hoe dan ook door, dat heeft de European Broadcasting Union bepaald. Hoe dan ook. Dus er komt een festival. In het ergste geval is dat dan dat elk land thuis blijft omdat delegaties niet reizen. En dat ze allemaal een optreden schakelen vanuit hun eigen land naar een centraal punt in Ahoy. Ja. En daar staan dan Jan Smit en Etsilia Rombly en Chantal Jans in een lege hal. Zonder commentatoren ook, denk ik. Die zitten dan ook allemaal thuis. Een beetje te schakelen met Europa. Oké, het kan. Ik bedoel, in de jaren 80 vond het Songfestival plaats in zalen met 200 mensen die braaf in de smoking zaten te klappen. Dus en met, en met live orkest ook. Ja, dat is ook wel weg. Het is natuurlijk zonde. Dat kan nu al helemaal niet meer. Maar ja, ik vind ook het Songfestival, dat wil niet zeggen, ik ben niet zo van de toeters en bellen daar. Maar ook dat is wel dat je echt iets deelt met andere landen. En dat vertaalt zich misschien niet per se letterlijk in de uitzendingen. Maar je voelt het wel mee. En bijvoorbeeld in mei, toen er zo'n alternatief programma was, wat ik mee had bedacht, hè, schakelen met alle landen. Ja, heel mooi was dat. Dat was heel goed, ging dat. Ja. Nou, en daar zag je dus in, dat vond ik wel leuk, noodgedwongen, waren al die artiesten thuis op filmpjes die even iets zeiden, die een liedje zongen van een ander. En dat vond ik eigenlijk heel aandoenlijk. Dan krijg je veel meer van die artiesten mee dan wanneer ze maar één keer heel hard een ballad staan te zingen. Nou, het was minder bombastisch. Hè? Het was minder bombastisch en minder glad eigenlijk. Want dat zou ook een conclusie kunnen zijn, dat je weer terug moet naar de eenvoud met het Songfestival. En wel uiteindelijk met een live orkest, zoals wij altijd vroeger Dolf van der Linden hadden. Die Corrie Brokker begeleiden. Ja, dat is heel lang geleden. En Teddy Scholten en Gretje Kouwveld. Dat was geweldig. Ik zit ook nu, omdat ik af en toe half het gevoel heb dat ik in eeuwige quarantaine zit. Ik heb een hoop guilty pleasures, maar één ervan is dat ik oude puntentellingen van het Songfestival uit de jaren 60 en 70 terugkijk. Oh. Maar dan ook altijd dat magische moment wil horen. Dat vind ik echt magisch, waar jij nu aan refereert. Dan gaat de artiest staat op een podium klaar en dan hoor je tik, tik. Dat zijn de tikjes van de dirigent. En dan begint het orkest te spelen. En die magie van die dirigent die ook nog even aangekondigd wordt. En dan begint. Ja, dat vond ik altijd geweldig. En het is niet alleen maar echt niet nostalgisch praat van ons allebei. Hoor. Dat zou iedereen nu ook nog leuk vinden. Nou, maar zoals Corrie Brokken ook met Dolf van der Linden. En een liedje van Willy van Hemert. Zit u toch suf met die eeuwige krant? Gaat u van slaap of verveling? Ik ben toch je vrouw en ik heet het je hand. Maar ik heet niet van de bedeling. Van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog. Ben ik nog altijd die tekst, vrouw? Hè, ja, waarmee je destijds wanneer was het toch per se het avontuurtje hebben wou. En ook Gretje Kouwveld. Ook wat een dag. Wat een dag. Echt een dag waarop alles mag. Ook een heel goed lied. Wat eerst een droom heeft geleken. Werkelijkheid. Ja. Hé, hey, ouwe buur. Kijk, dit zo zuur. En ze werd gedeeld 10e. Best goed. Ja. Gretje Kouwveld. En die leeft ook nog heel goed. Ja, ze is een van de weinigen uit die periode. En ze zingt ook nog steeds. Ze treedt op. Ja, ze heel mooi. Je hebt haar geïnterviewd toch ook wel? Ja, een paar keer. Ja. Ja. En heel mooi nummer, dat gaan we ook nog van de week misschien wel laten zien. Bij Dier waar es immer zo schön. Met Armando viool. En zij zingt dan met Peter Niewerf gitaar. En Jan Menu, geloof ik, dat weet ik niet precies. Ja. Maar heel mooi ook. Maar dat zou ook kunnen dat de eenvoud weer terugkomt bij het Songfestival. En misschien ook weer minder landen. Ja, dat zou ook kunnen. Maar ze hebben nu voorlopig al een maatregel genomen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Van de EBU, namelijk dat backingvocalisten niet meer live hoeven te zijn. Die mag je dus op de band zetten. En dat zeggen ze nu een beetje van, het is vanwege corona omdat die delegaties kleiner zijn. Maar dat is een gelegenheidsargument.
wat ze volgens mij willen. Want het is vooral, komt vooral uit een Zweedse koker, dit besluit. Is nog geliktere shows dat je kunt inleveren op de backings. En nog 5 extra dansers op een podium kwijt kunt in plaats van de backings. Dat is denk ik de achterliggende gedachte. Oh, en daar heb jij geen invloed op bij de EU? Nee. Mijn invloed neemt met het vorderen van de jaren steeds meer af, heb ik wel eens het idee. Nou, maar in Nederland is het toegenomen, toch? Ja, dat wel. Maar het is ook, kijk, dat hele spoor van wat we nu hadden met die, waar ik zelf heel hard van gestreden heb. Van, hè, die eenvoudige zangers, Duncan Lawrence, Jean-Guy McCroy, Douwe Bob in de tijd. Dat waren de 3 inzendingen waar ik dan zelf het meest bij betrokken ben of was. Ja, als het 1 keer weer misgaat of niet werkt, dan gaat iedereen toch weer toeteren van, we moeten het weer over een andere boeg gooien. Voor je het weet zit je weer met, 4 hele hippe restjes die een nummertje doen. En is er trouwens al een nieuw lied bekend? Nee, Jean-Guy is nu aan het schrijven en ik denk dat het best wel een hypotheekje op zijn schouders is. Omdat, kijk, vorig jaar, ik was al langer met hem in gesprek, maar opeens bedachten wij toen, nee, het moet echt om het lied gaan. Dus hij moest ook mee in de race, zal ik maar zeggen, van, ja, jouw nummers doen mee voor het kiezen voor de beste song. Maar gelukkig, een van zijn songs vonden wij de allerbeste inzending die ingeleverd was. Dus het kwam mooi uit. Maar het was een beetje die other way around. Nu weet hij al dat hij gaat. En moet hij een lied schrijven in gastland Nederland. Dat is toch, dan ben je toch minder vrij in je hoofd. Dan moet je iets mentaal doen in je kop om dat hele songfestival te vergeten. Gewoon een heel mooi nummer te maken en dan te bedenken, hé, maar wacht, dit is het lied eigenlijk voor straks. Ja. Dat is ingewikkeld, denk ik wel. Maar we hebben hem in de uitzending gehad ook, met zijn vriend samen, op zondagmorgen. Dat zag ik, was heel grappig, omdat Sebas opeens een prachtige glansrol kreeg ook. Ja, en dat thema van het zondagmorgengevoel, dat zou wel een goed thema zijn voor een lied. Ik heb toen ook nog aangehaald Frank Sinatra, zijn Monday Morning Quarterback, Never... One Monday Morning Quarterback, Never Lost a Game. Dus dat vond ik ook wel een mooi nummer. Maar wanneer wordt dat bekend dan, het nummer? We hebben nu een soort traject dat we half november is er een bijeenkomst van de selectiecommissie. Dan moet hij wel echt een aantal songs hebben, omdat we toch al in de loop van december, zal het zijn, uiterlijk begin volgend jaar, moet het lied gewoon vaststaan, omdat er dan gewerkt moet worden aan plannen voor de staging, de videoclip en afhankelijk van alle coronamaatregelen ook. Maar er zal een optreden en een staging moeten komen, hoe dan ook. En als je daar te lang mee wacht, komt dat weer in de knel. Ja, en het staat vast dat hij het nummer zelf schrijft. Ja, dat hoeft niet. Maar hij is wel nu volop zelf aan het schrijven met Pieter, denk ik, Perquisit. Ze zitten samen in de studio nu vaak. Het hoeft niet, hè. Je kunt ook een nummer van een ander zingen. Maar ja, god, hij is een singer-songwriter die zijn eigen verhaal vooral wil vertellen. En dat komt, denk ik, vast het best tot zijn recht als je het ook zelf geschreven hebt. Dat bij Duncan Lawrence ook het geval was. Want jij zou het niet kunnen. Nee. Ik heb veel gevoel voor taal, maar goede songteksten schrijven is bijvoorbeeld heel ingewikkeld. Wordt volkomen onderschat. Die tekst van net als toen, zeker voor die tijd bijvoorbeeld, was echt prachtig. Heel precies. Ja. Bijna literair, toch toegankelijk. Niet te evident flauw rijmend en een echt levensgevoel rakend. Moet Jan in huis hebben. En ook een mooi eind. Dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprookjesland. Dat is ook wel leuk voor na de coronatijd. Dan wordt de wereld weer net als vroeger. Ja. En de foto's nog even tot slot in Parool. Die pasten niet echt bij de inhoud van het interview. Het was een heel goed interview. En dan verwacht je ook dat de foto's daarbij aansluiten. Maar wat was de reden daarvan? Het is een aparte traject, want het interview ging eigenlijk vooral over weemoed, verlangen, vergankelijkheid. Hoe je verhoudt tot dingen die onontkoombaar zijn in het bestaan. En de lichtheid die je dan kunt betrachten als je erover vertelt. Dat allemaal. Nog wel snapte ik, ze waren in de Lamar gemaakt, foto's in een theatrale setting. Ja. Maar er was ook één waarin ik met de grote megafoon sta. Ja, die stond op de cover van PS. Ja, en dan die kop ernaast van, ik ben alles behalve zen. Dat klopt dan op zichzelf nog wel bij elkaar. Maar ik kreeg natuurlijk meer context in het verhaal. Gek genoeg, want ik wist het ook niet. Maar er waren heel veel mensen, ik heb sowieso heel veel reacties op het interview gekregen. Veel meer dan op andere eerdere interviews in ook zelfs grotere kranten. Dat andere mensen er heel erg door geraakt waren. Maar het waren toch ook vrij veel mensen die over die foto's begonnen. Terwijl, er was zelfs één iemand, Sigria Jongbloed, die ik goed ken, die altijd visagé deed voor opium. Die zei, en schat, en ook die foto, ik weet dat het niks voor jou is om zo te poseren. Want jij wil het allemaal gewoon en basic. Maar ik vond ze heel mooi, geloof het nou maar van mij. Dus ik neem haar ter harte. Maar die blouse begreep ik ook niet. Nee, die was van een couturier.
En dan moest ik dan in. En toen kreeg ik ook nog een appel in mijn hand. Ja. Maar toen zei ik, maar wat moet ik dan met die appel? Dus op een gegeven moment ging ik er maar een beetje zelf mee gooien. Dat hebben ze vastgelegd. Maar het was bijvoorbeeld ook nog de bedoeling dat ik met diezelfde blouse aan met roze kauwgombellenblaas in mijn mond zou staan. Maar toen heb ik dat geweigerd, want ik kan helemaal niet kauwgom blazen. En ik snapte het hele idee ook niet. Maar ik kan ook niet fluiten bijvoorbeeld. Maar ik kan ook niet. Ze zijn nog nooit gelukt om een ballon op te blazen, maar ook niet om kauwgom te blazen. Oh. Dus ik dacht, het wordt niks. Maar je doet dan wel heel ver mee eigenlijk al. Ja, met de vragen maar dat van vind de... ik. Ja, ieder zijn eigen artisticiteit of talent, of hoe je het ook noemen wil. Hè. Dat was in dit geval de visie van de fotograaf op wat zij wilde. En daar ga ik ook niet dwars liggen. Zoals als je een interview geeft, maar dat weet jij ook als geen ander. Ja, mijn eigen vriend vindt mij vaak te persoonlijk, maar ik zeg dan ja, maar je doet het wel of je doet het niet. En als je het doet, dan moet je ook echt iets durven vertellen. En bovendien geloof ik dat je nooit echt kwetsbaar kunt worden door eerlijkheid. Je kunt eerder kwetsbaar worden door oneerlijkheid of door dingen achter te worden. Nee, maar het was een heel goed interview en een goede journalist ook. Maar ik doe het wel. Ik ben ook wel eens door het parool geïnterviewd, vroeg de fotograaf of ik het schilderij van Betty Asphalt in mijn hand wilde nemen. En ik zeg, waarom? Nou, dat je dan zoekt waar je het kan hangen. Ik zeg, ja, maar het hangt goed, dus ik hoef het niet. Ja. Maar dan loopt het vaak vast dat je dan dat de fotograaf dan denkt, nou, daar heb ik geen zin meer in. Ja, ik heb hier echt geheel tegen mijn eigen karakter ingedacht. Oké, ik laat de controle. Zij zullen het wel weten. Ik vond het wel fijn dat het in het Lamar Theater de fotoshoot was. Dat is een theater waar ik graag kom. Ja. Dus dat snapte ik ook wel. En verder dacht ik, nou, oké, goed zo dan. Nee, maar het is wel leuk, dan weten de mensen ook hoe zo'n fotosessie tot stand komt. Ja, het duurde 2,5 uur ook. Oh, nou, ja. Nou, ja. Nou, Cornald, de verbinding bleek toch nog goed. Dus, ja, gelukkig. En we hebben een heel fijn gesprek gehad. Ja, en altijd, troostvol ook voor de mensen thuis ook, over de hele wereld. Dus ik dat is ook het. Fijn. Ja, zeker. Ja. En tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. 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 Dag.